tenda mabaya, wewe mwenyewe ujijui. Ukiwa mtenda mabaya, kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya, kona kokwenda pia ni mabaya. Ukiwa na roho mbaya, kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, usawa tamaduku zako. Weni wanimwengo wanawemba, ola wapeni. Ukiwa mtenda mabaya, wewe mwenyewe ujijui. Ukiwa mtenda mabaya, kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya, ukona kokwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya, kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, usawa tamaduku zako. Weni wanimwengo wanawema, Mola wapeni. Mtenda mabaya, wewe mwenyewe ujijui. Ukiwa mtenda mabaya, kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya, ukona kokwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya, kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, usawa tamaduku zako. Weni wanimwengo wanawema, Mola wapeni. Ogenblik dan Canona en laatste van het peloton is Kelsa Europoort. Als de deelnemers langs de gasunie trekken en richting laatste bocht komen, is het Carola die druk op de ketel zet en de leiding overneemt. Met indraaien van de bocht leidt Carola nu met een lengte voorsprong op Cathy Monamour. Daarachter is het op de derde plaats aan de binnenkant Corona Pharma. Aan de buitenzijde zien we wat opmarsen komen. Uitgeschakeld nummer 6, 6 galop. Carina Alki in dit alles, terwijl Cordara Rensema nu is uitgeschakeld. Ja.
Allereerst natuurlijk hartelijk gefeliciteerd en je schreeuw was werkelijk, ik denk, tot in het centrum van de stad te horen. Ja. Maar het was niet zo'n makkelijke koers, want bij de start naast je Kronak en Boko springt, had je er ook wat hinder van? Ja, daar had ik wat hinder van. En, normaal vertrekt ze als een raket, maar ze leek wat in de PRDP's aan te zitten. En ze ging niet helemaal weg zoals het normaal gaat. En ik denk, nou, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik rijd maar door en ze is goed genoeg. En, zo goed had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Maar... Nee, want je kreeg het ook niet direct het koersverloop mee. Je moest alles aan de buitenkant doen en zelf aan de overkant gas geven. Ja, maar ik heb het idee dat ze het ook wel lekker vindt. Want ik heb het nou al gereden. Maar van de rug af ging ze ook goed. Maar loopt ze op losse lijnen. De kop loopt ze losse lijnen. En nu vecht ze de hele weg wel. Dus het lijkt het ook wel lekker te winnen. Dus. En hier op het laatste inderdaad. Ze kwamen niet dichterbij, zou ik bijna zeggen. Het was met overtuiging. Nou ja, ze kwamen wel dichterbij. Maar nou, het was genoeg. Daar was ik blij mee. En die schreeuw die kwam echt uit je tenen. Ja, dat klopt. Je wint niet zomaar zo'n koers natuurlijk. En ik ben heel blij dat het gelukt is. Hartelijk gefeliciteerd en ga het vooral ontzettend vieren met alle mensen om je heen.
En dan is er een zwaarderecht in de slijst die gevallen. Ik ga niet goed voor kentzichten. Die moet nog een keer aan het galoppaan in de beginfase. En luisteren gaat naar nummer 1 galop. Kensington is uit koers en als we de eerste doorgang hebben, is het aan de binnenkant Casper die het commando heeft genomen. Casper is de leider, zijn stalgenoot Koenen Klasbak gaat er nu aan voorbij. Koenen Klasbak neemt een lengtevoorsprong op Casper als ze de eerste bocht ingaan. Derde positie voor Kenneke Kite, op de vierde plaats daarachter Kenneth Heat. De vijfde stelling is voor kaptein Bianco en daarachter is het dan Kiss and Ride. Aan de buitenzijde komt Cosmos Renka naar voren en aan de staart van het veld is het Kansas Lobel. Paarden zijn aan de overzijde van de baan en daar is het toch al het Koenen Klasbak die leidt voor zijn stalgenoot, de nummer 6 Casper. In derde positie volgt Kenneke Kite. De vierde plaats is dan voor Kenneth Heat. Aan de buitenzijde komt Cosmos Renka naar voren. Dan kapitein Bianco. En de laatste twee zijn Kiss and Ride. En aan de buitenzijde Kansas Lobel. De paarden komen dan de bocht in. Bij het indraaien van de bocht is de situatie nog altijd een sterke 1-2 voor stal Tesselaar. Met Tesselaar zelf die nu intussen de leiding heeft overgenomen met Casper. Casper heeft een lengtevoorsprong op Koenen Klasbak op de tweede plaats. Aan de buitenzijde is het dan Cosmos Renka die nu de derde plaats bezet. Ten koste van Kenneke Kite die aan de binnenzijde ligt. De stalgenoot van Kenneke Kite schuin aan de buitenzijde. De oranje helm van Rob de Vlieger in de Merwe kleuren. En dat is dan hier voor kapitein Bianco. De stalgenoot schuift in elkaar. Afgelopen moet je op de laatste ronde. We zijn voor het figuur. Straks gaan we de laatste ronde in. En op het moment is het ronde afgekomen. Met zijn Casper op zijn stalgenoot Koenen Klasbak. Schuin daarnaast aan de buitenzijde doemt Cosmos Renka op nu in derde stelling. De vierde plaats voor Kenneke Kite. Vijf is erachter kapitein Bianco en erachter aan de binnenzijde Kenneth Heat. Verder weg Kansas Lobel en laatste van het peloton op dit ogenblik. Uitgeschakeld nummer 6 galop. Voor de koploper en die wordt uitgeschakeld. Dat is de nummer 6 Casper. Maar nu is weer aan de leiding Koenen Klasbak. Die weet zich weer met een lengte voor op de immer aandringende Cosmos Renka. Erachter Kenneke Kite in derde stelling. Kapitein Bianco op de vierde plaats op het vinkentouw. Daarachter is het dan Kenneth Heat. Kansas Lobel heeft twee plaatsen goed gemaakt. En ja, een laatste van het peloton op dit ogenblik is Kiss and Ride. En zo gaan we de laatste 500 meter in. Draaien de laatste bocht in met Koenen Klasbak die nog altijd een lengtevoorsprong heeft. Cosmos Renka die schudt hij maar niet van zich af. Die ligt in het tweede spoor. Nog altijd in de wachtkamer. Daarachter Kenneke Kite aan de binnenzijde voor kapitein Bianco. Aan de binnenzijde Kenneth Heat aan Kansas Lobel. Die mogelijk zo dadelijk met een eindschot komt. Close voor de tweede plaats, Kenneke Kite en Cosmos Renka. En dan loop ik even naar Jeffrey, want klassiek succes Jeffrey. Je won ooit alles hier de sweepstakes voor de merries, maar dit was toch wel een beetje een verrassing. Ik bedoel, de mensen hadden het niet direct verwacht dat Koenen Klasbak na zijn vorige start, waar hij toch een galopade had, nu ineens zo sterk voor de dag zou komen. Ja, we hadden hem gekwalificeerd op deze ijzers in Gelskies. Toen waren we wel tevreden, maar ja, je probeert natuurlijk al wat om hem nog wat beter te maken. In Wolfga werd hij gewoon wat moe op het eind en dat resulteerde in de galopade. Nou, weer terug naar het oude beslag en ja, dit is het resultaat. Dit is het resultaat en je had natuurlijk met een beetje geluk dat Dion, dat jullie op een gegeven moment direct ook met z'n tweeën aan de kop kwamen. Maar Casper sprong er ineens zomaar uit en ik weet niet of het helemaal de bedoeling was dat jij het zeg maar zelf aan kop zou moeten doen. Nou, we hadden niet echt vooraf een plan. Kijk, de paarden van Dion kunnen altijd goed beginnen, dat is een voordeel en ja, dan heb je de kans dat je het zo een beetje af kan dwingen en dat is vandaag gebeurd. Zeker gebeurd en dit wordt jouw paard voor de derby? Ja, ik hoop het. Dat is natuurlijk aan de eigenaar een deal, maar zo'n paard rijden verveelt natuurlijk nooit. En zo'n paard wil je natuurlijk altijd rijden. Ja, ik hoop het wel. Komt zeker helemaal goed.
De Klasbak, Jeffrey Miras samen met Koen en Klasbak hier. De winnaars van de Sweepstakes K. Kom jongens.